allemaal. Hartelijk welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het SNN Network, Television Español. We hebben vandaag maar één onderwerp voor jullie, een heel serieus onderwerp. En dat is het onderwerp van het verschrikkelijke drama, het klein menselijk leed, het groot menselijk leed, het afschuwelijk inferno van de verdwenen verlanglijstjes. Wij gaan nu proberen om contact te maken met Wegwijspiet, die opnieuw in de Trendtent-studio is om te kijken of de verbinding daar wat beter tot stand komt. En we hopen dat hij iets heeft ontdekt met zijn onderzoek, dat er nieuws is over de verdwenen verlanglijstjes. Wegwijspiet, kun je ons horen? Wegwijspiet, kom er maar in. Wegwijspiet. Ja, volgens mij kan hij ons nog steeds niet horen. Ah, Sinterklaas, hier bent u. Ah. Ja, en hier ben jij ook, Fen. Nou, fijn dat je er bent. Hoe is het met het onderzoek? Dat verloopt, kan ik u zeggen, Sinterklaas. Oh? Ja, het is eigenlijk vastgelopen. Nee, toch? Ja, toch. Ja, dat kan ik haast niet geloven. Dat is vreselijk, want dan krijgen 1000 en misschien nog wel meer kinderen geen cadeautjes. Nou, Sinterklaas, dat hoeft niet. Want we hebben namelijk zoveel cadeautjes dat we gewoon voor iedereen een cadeautje inpakken. En dan is het klaar. Nee, maar dat gaat niet zonder verlanglijstje. Nee. Zeg, dan krijgt een babykind krijgt een Gameboy en een grote jongen krijgt een fopspeen. Ja. Stel je voor dat jij gimpen hebt gevraagd en je krijgt ze 6 maten te klein. Ja, maar ik wil helemaal geen gimpen, Sinterklaas, dus dat is geen probleem dan. Ja, maar het moet toch worden opgelost. Er is nog nooit een pakjesavond fout gegaan en dat gaat dus dit keer ook niet, hoor. Ben je al bij de kinderen langs geweest van wie ik geen lijstje heb ontvangen? Ja, dat wel, maar niet persoonlijk, Sinterklaas. Ja. Nou ja, misschien hebben ze te weinig postzegels geplakt. Zijn de verlanglijstjes daarom niet aangekomen? Dat zal het zijn, Sinterklaas. Dat komt natuurlijk door de euro. Dan doen ze er maar de helft op. En dan bezorgen ze het natuurlijk niet. Dat is te weinig. Oh ja, nee. Ja, nou, dat snap ik even niet. Ja, nee, maar ik het maar snap, Sinterklaas. Het moet wel doorgaan, hoor, het onderzoek. Ik zou jou die opdracht nooit hebben gegeven als ik niet had geweten dat je het kon. Sinterklaas, ik zou die opdracht nooit hebben aangenomen als ik niet zeker wist dat ik het kon. Het komt voor elkaar. Recht zo die gaat. Mooi zo. Maar nu begint die uitzending. Hm? Begint die nou ooit nog eens. Die gaat zo beginnen, Sinterklaas. Ik heb hier eergisteren gezeten, zeg. Zonder eten, zonder drinken. Ik kwam er niet. Ik zag geen kind. Nee, maar gaat zo beginnen, hoor, Sinterklaas. Geen speculatie gehad. Nou, in die postzak zit echt helemaal niks, hoor. Er is echt geen één lijstje in Spanje achtergebleven. Ik weet het nu heel zeker. En volgens mij wordt het helemaal niks met het onderzoek en gaat het heel erg slecht aflopen. Computerpiet, misschien zouden wij vanuit hier eens moeten organiseren. Misschien een soort uitzending zoals Opsporing Verzocht, weet je wel. Dat we dan een oproep doen aan de kijkers. En dat ze dan bijvoorbeeld contact op kunnen nemen met de politie in hun eigen woonplaats of in Spanje. En dat we dan dataprofielen kunnen samenstellen. Hoor je eigenlijk wel iets van wat ik zeg? Computerpiet, hallo? Hé? Computerpiet, ik noem me nou toch iets van het hart. Ik vind wel dat je echt ontzettend ongezellig zit te doen. Ik zit hier al de hele week gewoon een beetje in mijn eentje te presenteren. Je hebt nog geen één keer Televisión Español gezegd. Dat moet ik ook de hele tijd zelf zeggen. Je zit alleen maar achter die computer. Ik vind het gewoon helemaal niet meer gezellig. Nou, daar heb je gelijk in. Ja. Ja, daar zal ik dan wat aan veranderen. Nou, dat doet me deugd. Ik ben benieuwd. Ja. Televisión Español. Zo goed? Nee. Nee? Nou, ik wil het gewoon weer gezellig hebben. Dan zet ik mijn computer uit, want ik moet toch even rust hebben, even pauze. Nou, dat lijkt me een goed idee. En dan zal ik het eens even gezellig maken. Ja, maak jij het eens even gezellig. Nou, ben benieuwd. Computer uit de weg. Kijk eens even wat ik voor jou heb. Stafpiet, een heerlijk glaasje chocolade. Warme chocolademelk, nou, dat vind ik wel heel gezellig. Voor mezelf lekker. Natuurlijk ook een heerlijk glaasje chocolademelk. En daar hebben we natuurlijk ook wat te knabbelen bij. Zo, heerlijke gevulde. Speculaas. Oh, lekker, gevulde speculaas. Ik een brok, maar geen warme chocolademelk zonder die heerlijke spuitslagroom. Spuitslagroom? Ja, voor jou een fles. Een hele fles? Een hele fles. Voor mij alleen? En voor mij ook een heerlijke fles. Nou, zijn de spuiten klaar? Ja. 1, 2, 3, gaan we lekker spuiten. Oh, gezellig. Mijn spuit niet. Ik heb een stukken spuitcomputer. Oh. Heb je dat expres gedaan? Die van mij, die is heel goed.